Ik denk een park wat toekomstbestendig is. Vitaliseren in de regio Limburg is een belangrijk item geworden om goed te kijken van wat voor vakantieparken zijn er allemaal. Wat is de status daarvan? En ik denk dat we daar best wel koploper zijn geweest. Zeker als je praat over toch zo'n 26 miljoen euro investering die we gedaan hebben. Na 9 jaar bloed, zweet en tranen gaat general manager Marcel Glazer van Landal de Lommerbergen afscheid nemen. Hij stopt bij het vakantiepark en hoopt wat meer tijd te hebben voor zijn familie. Ik word dit jaar 65. Ik heb 2 prachtige kleindochters mogen begroeten op de aardbol. Ik woon in Driebergen, vlakbij Utrecht. Dus elke dag 300 kilometer heen en weer rijden, dan na 9 jaar heb je genoeg kilometers gemaakt, dacht ik zo. Nou, coronatijd is natuurlijk een hele belangrijke epistel geweest in de geschiedenis van. De renovatie die we hebben uitgevoerd in 2019 tot en met 2022, waarbij we echt alles hebben aangeraakt, zelfs de zaken die onder de grond zitten en die niet zien, zijn allemaal gedaan. Denk aan riool onder andere, dat moest ook gebeuren, want de eerste gresbuis ligt er ook alweer 50 jaar in. Dus dan moet je echt wel aan de bak met alles wat je wil aanpakken. We hebben ook een compleet nieuw receptiegebouw neergezet, want het gebouw wat er stond was half aan het instorten, dus dat was ook klaar. Ik vond het nieuwe receptiegebouw, toen dat uiteindelijk klaar was en afgerond was, daar zat ook logistiek en infratechnisch heel veel achter. Denk aan alle bekabeling voor televisie, maar ook internet en alles wat er binnenkomt, kwam allemaal samen binnen bij het receptiegebouw. Dat gaat van dat gebouw naar dit hoofdgebouw. Dat is een complexe operatie geweest. Dus ik vond dat wel, toen het afgerond was en daar een compleet nieuw, mooi gebouw neer is gezet, vond het wel een geweldige opsteker en een hoogtepunt. Ja. Theo Goorman zal de touwtjes in handen krijgen na het vertrek van Glazer. Het is de huidige assistent van de man uit Driebergen. Glazer heeft vertrouwen in zijn opvolger. Theo Goorman is mijn opvolger, hij is al jarenlang mijn assistent. Dus hij kent het park donders goed. We hebben heel fijn samengewerkt. Ik heb hem overal in meegenomen in de ontwikkeling die er allemaal zijn. Dus ik verwacht dat hij verder kan bouwen en dat hij zijn eigen swing eraan kan geven. Want dat is ook belangrijk, hij moet vooral zijn eigen ding doen. Hij moet geen kopie van mij worden, absoluut niet. En ik ben ook veel knapper dan hem. Dus, maar goed, hij moet lekker zijn ding daaraan doen. En hij moet met zijn team verder bouwen aan hetgeen wat er nu staat. Mijn opvolger heeft nog steeds zijn handen dadelijk vol aan allerlei andere projecten die gaan komen. En je moet je ook realiseren dat je nu al moet nadenken over de komende 10 jaar. Omdat dan de bungalows aan een soort eind- of levenscyclus zitten. En die moeten eigenlijk een keer vervangen gaan worden. Genoeg te doen voor Goorman dus, maar wat gaat Glazer doen? Hij heeft de toekomst al uitgestippeld. Nou, mijn plan is eigenlijk om nog steeds iets te blijven doen, maar dichter bij huis en niet fulltime. En dat ziet ernaar uit dat het gaat lukken, dat ik in de toekomst als ZZP'er in ieder geval iets ga doen in de hospitality branche of in de recreatiebranche. Dus ik verwacht wel dat ik binnenkort daar heerlijk weer wat dingen kan doen.